في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نسأله سبحانه أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Geliefde broeders en zusters, in de komende 7 tot maximaal 8 minuten gaan we de preek die we in het Arabisch hebben gehouden kort samenvatten met de hoop dat we er iets van gaan begrijpen, maar nog belangrijker dat we er iets van in de praktijk zullen toepassen, inshallah ta'ala. Geer inshallah, dus we hebben gesproken over balans, geliefde broeders en zusters, en we hebben gezien dat de manier waarop wij als mensen gecreëerd zijn, we zijn gebalanceerd gecreëerd om een gebalanceerd leven te leiden. En zoals de dien ons heeft bereikt, zien wij dat de dien compleet is. Op het moment dat we versen lezen als, zoals Allah Azzawajal in de Koran zegt, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ik heb jullie religie, jullie godsdienst voltooid en volmaakt, dan is het niet enkel en alleen, of dan gaat het niet enkel en alleen over de rituelen die wij moeten verrichten en de handelingen die wij als moslims moeten doen. Maar het gaat meer om het leven in haar totaliteit, want onze dien, de islam, is niet een samenhang van een aantal rituelen en dat is het. Op het moment dat je in de moskee bent, ben je een moslim, maar op het moment dat je op werk bent of op vakantie bent, nu over vakantie gesproken, dan laat je dat jasje achter. Onze dien is niet op deze manier te begrijpen. Onze dien neem je overal waar je bent. Die neem je mee overal waar je bent. Op werk ben je een gelovige. Op vakantie ben je een gelovige. Onderweg naar je eindbestemming ben je een gelovige. Thuis ben je een gelovige. En in de moskee ben je een gelovige. We zien dat de mens, geliefde broeders en zusters, in 3 onderdelen is gecreëerd. We hebben het lichaam wat we allemaal kunnen zien. Wat we allemaal kunnen aanschouwen. Wat we allemaal kunnen voelen. Dat lichaam, daarover zegt Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. We hebben dit lichaam, we hebben de mens uit soort klei geschapen. En daarom op het moment dat wij dit lichaam willen voeden, op het moment dat wij dit lichaam willen onderhouden, dan geeft Allah Azza wa Jalla ook zelfs daarover ons instructies in de Koran. En hij zegt, ja Johannes, en dat is fascinerend. Want dit vers gaat niet over de gelovigen. Want het is namelijk geen ritueel. Maar het gaat over de mensen. Want dat is iets universeels. Alle mensen hebben dat nodig. En daarom zul je nooit iemand horen die van mening is dat eten overbodig is. Of slapen overbodig is. Allah zegt in de Koran, ja Johannes, o mensen, eet. Is een gebiedende wijs. Het is verplicht om te eten. Maar wat moeten we eten en hoe? Dat staat in dezelfde vers. Allah zegt, Al-yawma akmaltu lakum, sorry. Allah Azza wa Jalla zegt, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Dat wat van aarde afkomstig is. Met andere woorden, de voeding voor het lichaam dienen jullie in aarde te vinden. Want dat is waarvan jullie zijn geschapen. En tot aarde zullen jullie terugkeren. Kulu mimma fil ardi, wat aan 2 voorwaarden voldoet. 1, het moet halal zijn.
En twee, het moet tayyib zijn. Tayyib betekent niet lekker. Tayyib betekent gezond. Tayyib betekent de juiste hoeveelheid. Tayyib betekent op het juiste moment. Tayyib betekent dat jij het op de juiste wijze voorbereidt en verwerkt. Met andere woorden, Allah azawajal heeft ons verstand gegeven om dat op een goede manier te coördineren en te organiseren. Dat is wat het lichaam betreft. Straks komen we nog even op terug. Wat we ook als mensen erbij hebben gekregen, waardoor wij uniek zijn gemaakt, sterker nog, we zijn uitzonderlijk. In die zin dat geen enkele andere wezen of schepsel hetzelfde of dezelfde kenmerken heeft als de mens. Want wij beschikken over een lichaam, maar dieren hebben ook een lichaam. Dieren hebben ook een lichaam. Sterker nog, bomen hebben ook een lichaam. En ze hebben allemaal een leven. Maar wat de mens bijzonder maakt, is het feit dat wij over een vermogen. Ik heb het niet over de hersenen. Hersenen is slechts het apparaat. Maar wij beschikken over het vermogen om na te denken. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, wa laqad karramna bani Adam. Heel veel ulema die hierover hebben gesproken, ze hebben gezegd dat dit vers over het verstand gaat. Wa laqad karramna, we hebben de kinderen van Adam geëerd met het verstand om in staat te zijn Allah azza wa jalla te ontdekken en erin te geloven. Dus het verstand is iets unieks. En daarom, op het moment dat Allah azza wa jalla Adam en zijn vrouw Hawa op aarde plaatste, het eerste wat hij deze twee schepselen had meegegeven, is kennis. Nadat een dialoog plaatsvond tussen de engelen en Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. En hij onderwees Adam alle namen. En vervolgens vroeg hij aan de engelen, en bi'uni, vertel mij, bi'asma'i ha'ulai, vertel mij over deze namen. Want zij hadden die kennis niet en daardoor is de mens dus unieker gemaakt dan de engelen. En bi'uni bi'asma'i ha'ulai in kuntum sadiqin. En derde aspect is dat wij uit een ziel bestaan. En een ziel is niet iets wat je onder een microscoop kunt plaatsen om het te onderzoeken. Het is niet iets waarvoor je naar de arts dient te gaan om te kijken wat ermee mis is. Op het moment dat de ziel het lichaam verlaat, dan ben je dood. En dat is het geheim. Want zelfs de profeet alayhi salatu wassalam kon daar geen antwoord uit zichzelf geven. Maar het antwoord kwam direct van Allah subhanahu wa ta'ala. Toen ze hem vroegen, wa yas'alunaka 'anil ruh, zei de profeet alayhi salatu wassalam, ruh is dit en dit? Nee, hij zei, dit is iets van mijn Heer. Want dat was het antwoord dat Allah azza wa jalla hem had gegeven. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Zeg, ar-ruh is iets van mijn Heer. Wa ma utitum, en de kennis die jullie hebben is heel klein, is schaars vergeleken met de kennis, met de absolute kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. Op het moment dat je daarop reflecteert dat jij een lichaam bent met een verstand, het verstand wat jou in staat heeft gesteld om jouw grenzen te overstijgen. Want de mens kon niet vliegen, heeft ervoor gezorgd om te vliegen. De mens kan niet diep in de oceaan duiken en de mens heeft ervoor gezorgd om dat wel te bereiken. Het verstand is iets unieks. Het verstand is iets bijzonders en mooi. En ruh is datgene wat jou in leven houdt. Ruh is datgene wat jou aanstuurt in dit leven. Het is jouw kompas. Het is jouw navigatiesysteem om van het dierlijke te stijgen naar het niveau wat Allah azza wa jalla voor jou heeft gewild. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Als wij nu de link maken, en daarmee gaan we afsluiten. Als we de link maken tussen het lichaam, het verstand en de ziel, zien wij ook iets unieks in de islam die wij als leidraad, als leiding, als een manier van leven hebben meegekregen. We zien dat de vijf zuilen, toen Jibril alayhi salam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam. En hij stelde hem drie vragen. Bekend de hadith, hadith Jibril. Hij zei tegen hem, wat is het islam? Wat is het iman? En wat is het ihsan? Wat overeenkomt met de verdeling die we net hebben gedaan, is dat het 3 op 3 is. We bestaan uit 3 onderdelen en onze dien, ons geloof bestaat ook uit 3 belangrijke onderdelen. Toen de profeet werd gevraagd over de 5 zuilen, zei hij islam, zijn shahadatein, as-salah, zakah, het vasten en de hajj. De 5 belangrijke zuilen die we allemaal wel kennen. Wanneer je daarop gaat reflecteren, zie je dat we al die handelingen, al die gebeden, al het vasten, de hajj, dat zijn allemaal fysieke handelingen. Het is een inspanningsplicht die jij met het lichaam uitvoert om het lichaam, geliefde broeders en zusters, te trainen om Allah azza wa jalla te gehoorzamen. Dat is de functie van aanbidding. Dat is de functie van de rituelen die wij
die wij verrichten. Om het lichaam te trainen. Allah zegt op deze manier ruku' verrichten, doen we op deze manier ruku'. Allah azawajal zegt op deze manier sujud verrichten, doen we het exact op die wijze. Allah azawajal zegt van tot vasten in de maand Ramadan, dan doen we dat ook op deze manier. Tweede is het verstand. Het verstand is natuurlijk. Het verstand, wanneer je deze bevrijdt, dan zal het verstand onmogelijk in iets anders geloven dan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom zijn de zes pilaren die tot het ongeziene behoren, zijn niks anders dan instrumenten die het verstand aanzetten om God te vinden en om God te ontdekken. En daarom roept de Koran ons op om de wereld te bewonderen. وَمِنْ آيَاتِهِ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Zoveel versen die ons herinneren aan het nadenken over het leven en haar bestaan. En het laatste is roeh. Roeh, geliefde broeders en zusters, is de kern van ons geloof. Op het moment dat jouw roeh zuiver is, op het moment dat je erin slaagt om het niveau te bereiken waar roeh zou moeten zijn, dan zul je de zoetheid van iman proeven. Dan zul jij zachtaardig, nederig in het leven zijn, jegens jezelf en jegens de omgeving en sterker nog, jegens de schepper. Want de roeh heeft met bewustzijn te maken. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam over al-ihsan en ta'bud Allah ka'annaka tara. Dat je een niveau bereikt waarin je bewust bent van de schepper. Fa'in lam takun tarahu, dan op zijn minst het niveau bereiken dat hij jou wel ziet. En beseffen dat Allah azawajal, zoals hij in de Koran zegt, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dat hij overal is. Dat hij met jullie is, overal waar jullie zijn. Hij is daar met jullie, met zijn macht, met zijn kracht, met zijn wijsheid, met zijn leiding. Op het moment dat jij dat als individu nodig hebt. Op deze manier vinden we balans tussen het lichaam, tussen het verstand en tussen de ziel. Een gelovige is niet alleen maar in de moskee te vinden. Een gelovige is de beste opvoeder, is de beste advocaat, is de beste timmerman, is de beste burger, is de beste opa, is de beste vader, is de beste moeder, is de beste dochter. Waarom? Omdat een gelovige balans vindt tussen een gezond lichaam, een gezond verstand en een gezond ziel. Mag Allah azza wa jalla ons dat niveau doen bereiken. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma wa ajirna allahumma min an-nari bi'afwik wa adkhilna al-jannata bi rahmatik ya aziz ya ghaffar. Allahumma adim 'alaina al-farah wa as-surur. Allahumma adim 'alaina al-farah wa as-surur fi ad-din wa ad-dunya fi ad-dunya والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.